Een strenge winter zoals dit jaar liggen de gazons er vaak belabberd bij. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en te zorgen dat we deze zomer weer een mooi en sterk gazon hebben. Ja, dit gazon is helemaal geel verkleurd. Onkruiden woekeren welig en het mos verdrinkt eigenlijk onze grassprietjes. Nu, als eerste zou ik hier het onkruid gaan bestrijden. Een tweede behandeling tegen het mos. En dan als derde een noodzakelijke gazonmeststof gaan toedienen, zodat het gras weer helemaal opveert. Nu, dat betekent allemaal heel veel werk. Maar stel je nu eens voor dat ik deze drie behandelingen in één keer zou kunnen doen. Dat zou pas een tijdsbesparing zijn. Ik heb een organische meststof die het alle drie in één keer doet. Het bevat onder andere een product die het mos effectief gaat bestrijden. Binnen een drietal weken is het verdwenen. En bovendien zit er ook een selectieve onkruidbestrijder in. Deze gaat zich vooral richten op breedbladige onkruiden in het gazon, maar ons gras dat wordt gespaard. En omdat 3 maal scheepsrecht is, voedt deze organische meststof ook onze grassprietjes. Die gaan helemaal gaan opveren. En er is ook magnesium aan toegevoegd, zodat we ook een frisse diepgroene kleur gaan krijgen. Wanneer pas je deze organische meststof het beste toe? De stelregel is wanneer het onkruid effectief aan de groei is, want dan pas kan onze onkruidbestrijder zijn werk gaan doen. Ik kan dus stellen, april, mei, wanneer de dagtemperatuur rond de 15 graden is, is het ideaal. Nu, als het gras nat is of bedauwd, dan zijn de omstandigheden voor het uitstrooien pas echt ideaal. Nog een groot voordeel van dit product is dat het vervaardigd is volgens het minigramprocedé. Kijk maar. Het is een kleine propere korrel die zich makkelijk laat uitstrooien en die ook niet gaat stuiven. En dat maakt dat deze organische meststof met toegevoegde onkruid- en mosbestrijder zich heel makkelijk laat gebruiken. Nu, al even handig is deze meststofstrooier. Vroeger strooide ik meststof vooral met de hand uit, maar ja, dan krijgt de ene plek meer dan de andere of je vergeet al snel een stukje. Nu stel je de korrelgrootte in via deze hendel en rijden maar. Let er wel voor op, deze organische meststof met toegevoegde onkruidbestrijder is enkel bedoeld voor gazons. Dus strooi absoluut niet over je cultuurplanten of je borders heen. Zo, deze effectieve en arbeidsbesparende meststof is egaal verstrooid. Binnenkort is dit terug het kloppende hart van de tuin. En nu ga ik schuilen voor ik helemaal de week ben.